testing, 1, 2. Helemaal in mijn element. Achter het pyramid. Bijna weekend, hè? Ox Hell tegen de lady. Laten we er een fijn weekend van maken, hè? Oh ja, zei ze. Heerlijk. Spreken we elkaar maandag weer, hè? Oude zeurdoos. Dorstig weer, hè? Even een paar tarwe smoothies aan de lippen zetten, hè? Beter zo dronken als een kanon in de platenbarak dan aangeschoten bij de schietvereniging. Tietom! Goed, luisteraars, amateurs en ladies, een zeer bijzondere goeiemorgen. U staat even een kort moment rechtstreeks live en clandestien in de verbinding met het signaal van de zender Obama. In stereo en een klein regeltje RDS voor de tekstbeleving. Een klein knuppeltje aan de andere kant voor de smaakbeleving. En een pladies, de pannenkoeken in voor de vuist weg. Voor iedereen die maar horen wil, natuurlijk in voor de hele Piraanboulevard. Uiteraard ook in bijzonder voor de lady. Onderweg in Unimog, niet om bakkies met groene knuppels, hè. Nee, die had ze gisteren al gehaald. He. Ze haalt volume 2, he, van de Zwarte Pannenkoekparade. CD's en LP's, die gaan binnenkort clandestien de markt weer op. He. Oh, de lady was vanochtend een beetje onaardig. He. Ik kwam van nummer 100, had net even op de porseleinen pony gereden. Kom de kamer weer binnen met een gulp open. He. Wist ik niet. De lady zegt, Obamaatje, je hebt de garage nog openstaan. Oh, zei ik, haha. Dan heb je de Harley vast zien staan, hè? Nee, zei ze, maar wel een mini, hè? Met twee lekke man. Hahaha, ze heeft wel gevoel voor humor, hè? En voor de rest weet je wel natuurlijk het bekende riedeltje. Gaat hier allemaal zijn gangetje op de Piraanboulevard. Gisteren even in de knalende knubbel gezeten. Wimpie was er ook. Wim Salabim, hè? Ouwe bunzing. Ah, Wim het ADHD, hè? Wim is zo snel. Wim die kookt 1 minuut rijst in 54 seconden. Niet normaal, hè? Ah, Wim zat aan de bar met Benny, hè? Benny Telstar. En Wim zei tegen Benny. Benny, ouwe damporidder. Ken je dat gevoel dat er ineens een klap geld op de rekening staat? Donders, denkt Benny. Nee, zegt Wim. Ik ook niet, hè. Haha. Ah, zegt Wim tegen Benny. Hoes met de ladies, kerel. Ben je nog aan de dates? Oh, zegt Benny. Nee, ouwe trekuil. Die heb ik niet, hè. Nou, zegt hij. Ja, ik heb ze wel, hè. Op de telefoon. Updates. Haha. Ah, Benny en ladies, hè. Ziet het verschil ook niet tussen bier en de vrouwtjes? Laat ze beide in de kou staan, hè. Nee, zegt Benny. Hou maar op over de ladies, hè. Het bunt net overal. Mouwen te laat. En pijpen te kort. En zo zie je maar weer, te ver gaan is ook gaan. Och nee, hij is weer zo laat. Je kan de klok erop gelijk zetten, hè. Hallo? Jolly Jolke! Zeker. Oude alcoholverdamper. Eén slokje. Hey, de lippen ook alweer om de groene knuppel heen gevouwen? Ja. Ah, heerlijk, hè. Hey, Jolke. Ja. En nog een paar raadseltjes, hè. Weet jij waarom een muis geen alcohol drinkt? Nee. Hij is bang voor de kater. Juist. Hey, en weet jij waarom Kim Holland geen horloge draagt? Nee. Ze heeft tiet zat. Kevin en mooi. Goed, Jolke. Bis nächste Mal, hè. En mooi zo doorgaan. Ouwe pentybeuker. Goed, luisteraars en amateurs, we pakken de draad weer op. We gaan hier even door met het platenprogramma. Zometeen nog even een lekkere vette bek halen bij Freddy Frituur. Freddy zegt altijd, het zij in dagen van vreugde of verdriet. U krijgt een smile op de bakjes van een frikandel en een bakfriet. Haha. Goed, we knallen hier even door. Daar komen ze weer aan, de platies van vroeger. Toen je zelf nog moest lachen omdat er geen smileys waren. Vroeger toen de kratjes nog geel waren en de dopper rood, hè. En vroeger toen de konijnen nog nummerplaten hadden. Hier zijn ze weer, helemaal, optimaal, magistraal en 8x verticaal. Dit is de zender Obama met de plaat die u verstaat. Luisteraars, amateurs en natuurlijk de ladies. Een groen weekend en bis nächste Mal. Tietom! What a sound.